Ergens anders in Den Haag zijn bewoners voor de zekerheid uit hun huizen gehaald, omdat een toren van een kerk in de buurt misschien in kan storten. En hier in Zaandam belandde een dak van een gebouw midden op straat. En dit was de opblaasbare hockeyzaal van een hockeyvereniging in Delft. Op de weg werden sommige vrachtwagens letterlijk omvergeblazen. Hier belandde een vrachtwagen zelfs bovenop een auto. En dus waren er ook veel files en afgesloten wegen. Bijna alle bussen en treinen reden vanmiddag niet omdat het te gevaarlijk was. Veel reizigers, onder wie de 9-jarige Danait, konden daardoor niet verder reizen.